Nou, Einstein heeft al ooit gezegd, als er bij uitsterft, uit zou sterven, dat een mens na 4 jaar volgt. Inmiddels zijn ze in China aan het bestuiven met kwastjes, dat daar geen insecten meer zijn. Dus voor onze gewassen en ons voedsel is het vooral van levensbelang. Niet alleen de honingbij, ook de wilde bij en de vlinders en alle insecten die bestuiven, de hommels. Dus ja, de zaak om daar een goede omgeving voor te creëren. We maken geen honing, de bijen maken honing. En wij slingeren honing. We nemen deel van de bijen aan honing af wat ze kunnen missen. Dat slingeren we en dat doen we in een potje. Dit is gezeefde balsamienhoning. We doen het door een zeef. Maar dat is eigenlijk de enige bewerking. En dit komt uit het Loetbos. Waar de balsamine op het moment hard worden getrokken, maar ze staan er nog wel. Nou, honing is geen stuifmeel. Je hebt stuifmeel en je hebt honing. Stuifmeel is poeder wat op de stamper zit van de bloem. Wat de bij eigenlijk naar de volgende bloem brengt, waarmee hij de volgende bloem bevrucht. En honing is nectar, wat in diezelfde bloem zit, wat ze eigenlijk opzuigen in de honingmaag. En als ze in de kast zijn, weer uitbraken, letterlijk, dan een andere bij geven, die het dan weer in de honingmaag opneemt, uitbraakt in de cel, en dat nog een aantal keren, totdat het ingedikt is. Tot dat je het honing mag noemen en dat het ook bewaard kan worden. Want als honing net in de kast is, of nectar eigenlijk, dan is het heel dun. Dan is het bijna water. Dan loopt het ook zo uit de raten. De bijen halen het nog 10, 20 keer uit de raten om het in te dampen totdat het echt houdbare honing is. De volkstuinvereniging in Reeuwijk. En wat we nu gaan doen is, we gaan de kasten die hier staan nakijken. En nou, kijken hoe het gaat. Of we wat honing kunnen oogsten wellicht. We gaan kijken of de koninginnen goed aan de leg zijn. Of ze niet meer ruimte nodig hebben. En we gaan we zorgen dat ze allemaal weer, als we hier weggaan, dat ze het straks weer helemaal naar de zin hebben. En verschillende mensen heb ik gehoord dat ze bijen zien op de plantjes en in de bomen. En dat ze dat ontzettend waarderen. De kern van onze imkerij is het uitdragen van kennis en enthousiasme over bijen. Nou, dat is hier een hele mooie plek om dat te doen. Nou, kijk, deze kast, daar zijn de bijen druk geweest. Er staan 2 honingkamers op en de bovenste honingkamer is gevuld. Ze zijn er ook aan het verzegelen. Als je hier kijkt, zie je op dit raam dat meer dan 3/4 van de cellen zijn verzegeld. Nou, dat betekent dat de honing voldoende is ingedikt. Dat hij dus mee kan naar Ouderkerk. En dan gaat mijn vrouw in de slingerruimte gaat ze hem slingeren. En dan doet ze met potjes. En dan neem ik hem mee terug hier naar de vereniging. Want die mensen willen natuurlijk graag hun eigen honing proeven. Dus deze gaan we er nu afhalen. Nee, gaat zeker niet altijd goed. Met de bijen gaat het sowieso lang niet goed. De bijen hebben veel aandacht nodig, met name van imkers die daar ook tijd en energie in willen steken. En, mensen staan natuurlijk toch steeds verder van de natuur af. En ook als imker maak je natuurlijk fouten. Mijn eerste 2 volken die ik het eerste jaar had, die waren het jaar erop allebei dood. Dat had ik allebei al niet goed gedaan. Ja goed, dan begin je weer opnieuw. En die 2 volken, dat zijn er nu inmiddels 30. 30 productievolken en nog een stuk of 10 kweekvolkjes. Dus dat is gewoon, als je het leuk vindt en je blijft het doen, dan leer je. Je blijft leren. Voor ieder contact met een imker leer ik nog steeds. Zoals een bijenvolk in harmonie leeft, daar kunnen wij in die zin heel veel van leren. Dat zij zo op elkaar zijn ingespeeld en afgestemd, dat ze daarmee heel efficiënt zijn en zich aanpassen aan situaties. Aan meer dracht, aan minder dracht, aan droog weer. Daar hebben ze allemaal protocollen voor, kennelijk. Waar ze met elkaar daarop reageren. En die samenwerking die ze eigenlijk één organisme maakt, daar kunnen wij denk ik heel veel van leren. Want de mens als individu is natuurlijk heel erg op zichzelf. En als collectief is daar nog veel meer uit te halen.